staan hier aan de Grevensweg in Doornspijk bij een boerderijbrand. De melding die kregen we binnen op onze alarmontvangers via de meldkamer. De bewoners zelf hebben de brand gemeld. Dus, we zijn meteen met meerdere voertuigen uitgerukt ter plaatse gegaan. Maar toen wij hier kwamen stond de woning al van voor tot achter volledig in de brand. Dus daar konden wij op zich weinig meer aan doen. Ja, in het begin hebben we nog wel heel veel spullen van de bewoners uit de woning kunnen halen. Die hebben we kunnen redden instaan nu in de schuur. Zoals je ziet zijn we nu nog bezig om een gedeelte van het riet van het dak af te halen. Daaronder brandt het nog en anders kunnen we daar niet bij om te blussen. Dus zodra het riet van de woning af is, kunnen we de laatste brandjes uitmaken.